We beginnen toch maar met dat spoeddebat in de Tweede Kamer vanavond over de Marokkaanse jongeren. Allemaal naar aanleiding van rellen in Gouda. Wat vond u van het debat, meneer Kamp? Ik vond het een debat waarbij eindelijk bleek dat de ongerustheid die er is en die er bij ons als Tweede Kamerfractie van de VVD al erg lang is, dat die breder gedeeld wordt. Vanavond kon je echt merken dat bijna iedereen die het woord nam, die zei van ja, maar die mensen die zich zo misdragen in die wijken, die moeten we daar uithalen, die moeten we in de een of andere vorm opsluiten. Wat er gebeurd is afgelopen oudejaarsdag in Amsterdam en in andere plaatsen, een aantal mensen hebben brandweerpersoneel bedreigd en ambulancepersoneel, die zijn opgepakt. Maar de meeste daarvan zijn nog steeds niet voor de rechter gebracht. 9 maanden later, nou, iedereen snapt toch, dat kan niet meer. Van de Marokkanen tussen de 18 en de 24 jaar, dat daar 1 op de 5 verdacht is van 1 of meerdere criminele feiten, misdrijven en daar ook vaak voor veroordeeld is. De oplossing voor het Nederlandse probleem is dat je ziet dat het in de gezinnen misgaat. In die gezinnen moet dus echt ingegrepen worden. En je ziet ook dat mensen zich dingen veroorloven naar gezagsdragers en politieke en publieke dienstverleners toe, die absoluut onacceptabel zijn. Ik denk dat met name de Marokkaanse en Antilliaanse cultuur, dat daar heel erg veel agressie, argwaan en weinig burgerzin is. Heel anders dan bijvoorbeeld de Surinaamse of de Turkse cultuur, waar je dit soort problemen veel minder hebt. Eddie Ter Stal, we gaan het hebben over jouw film Vox Populi. Die gaat morgen in première in de Utrechtse Filmweek, ja, als ik het goed heb. Waar zou je zelf over zeggen wat de inhoud is? Wat is het thema? Het is een extreem politiek correcte grachtengordelpoliticus die doordat zijn dochter, die actrice is, relatie met een marechaussee krijgt uit Amsterdam-Noord, met zeg maar een soort anarchistisch volkse cultuur te maken krijgt. Ja. En daar zeg maar zijn wereldbeeld iets door verandert. Zo'n halve garen die net voorbij komt in zijn lege broek onder zijn soepjurk. Die is toch achterlijk? Of ben ik nou gek? Achterlijk? Wat is achterlijk? Nou ja, hij is voorlijk. Nou goed. In zekere zin is zo iemand wel achterlijk. Het woord is eruit. Ton Kas, jij speelt die platte man. Dat gaat je verbazingwekkend goed af, hè? Goed, hè? Ja. Kat in het bakkie. Ja. Kat in het bakkie. Het zegt wel ja, plat. Maar het is wel, het wil niet zeggen als iemand zeg maar keurig ABN praat, dat hij per definitie intelligentere denkbeelden heeft. Nee, maar dat zei je ook. Want wat bedoelt, het is plat in de zin van, het is vaak kort door de bocht, maar het is ook wel de vinger op de pijnplekken. Uw advies voor de Partij van Arbeid, moeten ze nu een beetje plattere taal gebruiken? Nee, de Partij van Arbeid moet gewoon weer een progressieve partij worden. En met progressief bedoel ik dat je gewoon opkomt voor vrouwenrechten, homorechten, vrijheid van meningsuiting, scheiding van kerk en staat. Dat. Daar komt het gewoon op neer. Ik denk dat een heleboel linkse partijen, ik denk dat uw partij op een heleboel punten linkser en progressiever is dan de Partij van de Arbeid. Die politicus die de hoofdrol speelt, die gaat nogal tekeer met allerlei dames op het Binnenhof. Dat zijn net mensen. Herkent u dat? Ja, absoluut. Ja? Nou, dan heeft u de film nog niet gezien. Want die fractievoorzitter, die deed het met al die fractieassistenten. Ja, dat is heel gebruikelijk, hoor. Rintje Ritsma, dit is de eerste ochtend dat je wakker werd en dat je wist dat je geen schaatser meer was, hè? Nou, dat is niet helemaal waar. Je wist het al eerder. Ik wist het al iets eerder. Maar je wilde het niemand eerder vertellen. Nou, je zoekt een beetje een goed moment uit. Schaatsers die je tot je vrienden had kunnen rekenen, die zeiden, ja, had wel 1 of 2 jaar eerlijk moeten stoppen. En dat was ook leuker geweest. Hadden we een mooi feest kunnen maken met elkaar. En ja, maar dan had ik misschien achteraf toch gehad dat ik dacht van, shit, misschien had ik toch nog een jaartje aan vast moeten knopen. Ja. En dat heb ik nu niet. Ontzettend kleine bekertje wat daar staat. Ja, dit is de eerste. Hoe oud was je toen? Ja, 10. 1980. En wat won je? De 6e prijs. Jij hoeft neem ik aan ook nooit meer te werken nu. Nou, ik heb het goed gedaan, maar echt niks doen, dat kan niet. Want dan, of je moet niet zo heel lang leven. Ja, openingen, dat wordt bijna niet meer gedaan. Iedereen hanteert een beetje vaste prijzen. En, ja, als maar waar kun je nu Rintje Ritsma voor inhuren? Voor bijna alles. Ik heb ook naar mijn hobby genoemd, naar de remmen van mijn Ducati, mijn motor. En hij heeft weer naar zijn grootste hobby genoemd. Je hebt een hond, hoe heet die hond? Die heet Suske. Ja, dan moet je ook mee doen. Weer naar zijn grootste hobby genoemd. Beth. America could slip into a financial panic. En een distressing scenario would unfold. Dit is toch een dramatische. We hebben hem 1 keer eerder zo serieus gezien en dat was na 9/11. Ja. Ik moet natuurlijk proberen McCain nu in het zadel te helpen. En
McCain staat in wezen hetzelfde economische beleid voor dat Bush al die jaren heeft gevoerd. Wordt eigenlijk geïdentificeerd nu met de grote fouten van Bush. Washington Post, opiniepeilingen gisteren, staat Obama op 52 punten. McCain nog maar op 43. Dat is in het jaar 2000 en 2004 is het niet voorgekomen dat een democraat boven de 50% uitkwam. In deze tijden waarin ze heel erg onzeker zijn over hun toekomst, zoeken ze weer meer bescherming bij die overheid. De overheid wordt weer populair. Ze hebben natuurlijk 20, 30 jaar retoriek achter de rug van waar de overheid steeds werd aangevallen en het moest maar minder en minder en minder worden. Ik denk dat ze er nu klaar voor zijn voor weer een beetje meer overheid. Als ik op dit moment zou moeten kiezen, daar zou ik voor McCain kiezen. Dat u geen zorgen maakt dat hij inmiddels 72 is, dat de kans dat hij tijdens presidentschap overlijdt redelijk aanwezig is, en dat hij dan een vicepresident heeft die geen enkele bestuurlijke ervaring, heel gelimiteerde bestuurlijke ervaring heeft.